Yo mensen, welkom bij onze eerste gaming video. Vandaag speel ik Dragon Ball Z met mijn beste vriend Toad. Hallo mensen. Wacht, wat ik aan nu echt dood? Wat? Ik moet niet aan nu. Enfin, boy. Toad, zeg eens een woord dat opeens in u opkomt. Kakarot! Kakarot! Right now I'm rapping, my lips are flapping, oh no. Nou ja, oké, dat was raar. Hey, wie lang dat je zei? Hey, kom dan. Wat dacht je? Alleen maar rennen, dat dacht ik al. Klem dan, klein fruitvliegje. Yo, Patrick Boegelo. Hey, uit mijn buurt blijven. De dikke zus met Hitler. Oh ja, de reden waarom we zo rare avatars hebben, is omdat we deze spel pas hebben gedownload. Dus dat betekent niet dat we noob zijn. Ja, we zijn juist professionals in Dragon Ball Z, dus ons niet beledigen in de comments. Oké, nu moet je niet overdrijven. Dikke zus met Hitlersnor. Wat zeg je over mijn zus? Niks. Nou, dat dacht ik al. Wat een aansteller. Papi, mijn nanny. Wat kreeg jij, joh? Van de ene. Oké, zullen we naar dat eilandje gaan zodat we mensen kunnen spotten? Of we blijven gewoon in de vulkaan? Ja, we blijven gewoon in de vulkaan, duidelijk. Maar ik raak me niet aan, je moet iemand slaan, joh. Dat is kapot irritant. Om sterker te gaan dan de Kaioken-formule. Wat is een Kaioken? Ik ben niet zo'n Dragon Ball fan. Dat is gewoon een transformatie. Hetzelfde als bijvoorbeeld Sonic die super gaat of zo. Oh, oké. Bon, wat is slaat met die altijd, joh? Ik heb stress met hem. Oh ja, ik en Marwan gaan een movie maken. Want die episode die we gaan maken, dat mag even wachten. Want wij gaan een movie maken. Ja, en wanneer gaat dat denk ik klaar zijn? Ik ben nog aan het animeren, dus dan moet even wachten. Oké dan. Maar, ja, heb dus mij nooit verteld dat je een animatie ging maken. Over ons. Ik heb het aan jou 10 keer verteld, hè. Bruh. Maar Toad, dit kan toch niet alleen over ons gaan? Dat is waar, maar daarom hebben we ook een speciale gast. Riyad en Mans Boek! Oké. Maar waarom spreekt iedereen hier Spaans? Een hele goede vraag, maar ik heb zelf geen idee. Maar die persoon die me heel tot slaan, die irriteert mij, hoor. Hey, wist je dat ik hapje door doe? Waarom valt het aan? Ik voel toch niet zoveel. Dus it's no use! Take this! Nu begint het duel tussen ons twee. Nee. Ik bedank je niet, Marwan, voor het leren van een Super Saiyan. Ondankbare teringaap. Kijk naar mijn nieuwe vorm. Dat was het voor vandaag. Marwan is even bezig met de rare dingen met zijn broertjes. Dus afscheid nemen. Ik zie jullie de volgende keer bij Mr. D-Toons en Maribro.